Elke week gaat jij in de wijk met een actualiteit op zak langs de deuren. We zijn vandaag in de Westerlebrink naar aanleiding van de inbraakcijfers. Heeft u daar ervaring mee? Hebben we in het verleden gehad, ja. Dat is ons het hele huis omver hebben gehaald. En ook verschillende, maar dat was nog in de check. En toen had je nog allemaal die groene checks, hè. Die hebben we ons toen weggehaald. En we hebben alles wel weer teruggekregen van de verzekering, maar dat was wel vervelend. Zelf thuis niet bij mij, maar bij de boeren wel. Ja? Ja, we zijn twee keer gebroken dit jaar. Ja, een aantal jaren geleden is hier ingebroken in de slaapkamer. Het was mijn zoon nog hier in de kost, tijdelijk. En daar hebben ze een portemonnee meegenomen. En wat zou de buurt nou kunnen doen daaraan? Ja, op elkaar letten, hè. Op elkaar letten en toch, als onze buurtjes er niet zijn en je ziet iets, hè, wat niet goed is, dan probeer je toch wel daar wat aan te doen. Ik denk dat de mensen zelf van de week, zeg maar, die zelf meer veiligheidsmaatregelen moeten treffen om de inbraken te voorkomen, zeg maar. Ja. Ja. Wat zouden ze kunnen doen dan? Nou, ik zou in ieder geval ramen, deuren sleutelen, zeg maar. En dan 's avonds, zeg maar, lamp aanlaten als ze weggaan. Zulke soort dingen, zeg maar. Dat ze toch denken, de mensen, of de inbraken, dat de mensen hier wonen. En dat ze thuis zijn. Dus die indruk moeten ze wekken. Ik denk sloten, hè, goede sloten op je deur doen. En die dingen, dat is wel heel belangrijk natuurlijk.